En we besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 15 september. Het blijft overwegend droog gedurende deze periode. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich op sommige plaatsen nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, 15 september, zal het in alle districten overwegend weinig bewolkt zijn, met voornamelijk droogte. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 15 september de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur.